Goedemorgen, mijn naam is Roel en u? Aad. Juist, Aad. Eigenlijk Ada, maar zeg maar Aad. Ada. En bent u hier de hele nacht geweest? Ken je moeder van de scheiding? Ik ben de juridische adviseuse voor lesbische huisvrouwen, pro deo natuurlijk. En ik kwam er gisteravond tegen bij de vrouwenfilmclub. Oh ja, ja, ze ging naar de vrouwenfilmclub, ja. Ja, ik fris me even op, maar je moeder zou het ontbijt gaan maken. We zijn net thuis. Het was de Sissy-marathon. Sissy 1, Sissy 2, Sissy 3, Sissy 4 en Lassie. Oh, gelukkig zeg. Nee, ik dacht even dat jullie misschien vanavond samen... Ben je gek? Ik ben lesbisch, je moeder niet. Dus jij bent een zoon? Ja, nog wel, ja. Dat heeft ze me verteld, want bij Sissy 3 kon je eten, toverrijst. Vandaar dat die film van Lassie te zien kreeg. Ze waren hoofdsponsor. En toen heeft ze me alles over je verteld. Dat je zo'n leuke jongen bent. Zo sociaal. Zei ze dat? Ja. Nou, dat is leuk om te horen. En dat je het wel zou begrijpen. Dit. Wat dit? Nou, dit. Nee, het. Ja, met het bedoel jij dit. Wat dit? Nou, dat mijn moeder misschien een beetje lesbisch is. Nee! Dat je een broertje of een zusje krijgt. Mam, jij weet best wat ik bedoel. Ben je over tijd? Over tijd? Ik ben geloof ik al zwanger. Hey, shit, ma! Dat kan dus echt niet. Jawel. Ik ben een paar weken over tijd. Ik menstrueer niet meer en zo. En wie is die Ada Flintstone? Ada? Ja, die Ada die daar beneden de borst in een tuinbroek probeert weg te werken. Aadje, dat is een vriendin van me. Heb je het daar vannacht mee gedaan? Nou, mee gedaan is een groot woord. Ze heeft me getroost met een kleine poteuze mondmassage. Shit, ma. Vind je één homo in de familie niet genoeg? Het is een grapje, Roel. We zijn naar de Sissy-marathon geweest in het Bruni Heinken filmhuis. En nu frist ze zich wat op. En jij bent zwanger. Nou, niet van haar, hoor. Dat kan nog niet. Shit, ma. Pregnant. Nou, en? Nou, en? Ma, je wordt moeder. Misschien wil ik wel veel meer kinderen. Ja, maar je hebt mij toch? Oh, daar hebben we ons lopend breiboek. Ja, kom maar, zet pettenflat. En je zegt niks tegen me, hoor. Hallo, Kidoki. Wat mag Roelie Boelie niet tegen me zeggen? Waar komen we deze week voor, Zet? Oh ja. Nou, ik kom er dus helemaal niet meer uit. Uit waar? Uit je broek? Nee, uit mijn breien. Je weet toch, ik heb toch een speciale trui aan het breien voor Freek? Ja. Nadat hij patroon gekregen van een trui van de hele koninklijke familie erop, heb ik dus de schouders van Klaus te hoog gebreien. Ze heeft echt helemaal tegen zijn oor aan. Moet ik alles weer uit gaan halen? Wat een kniesoor die erop let. Nou, kniesoor, echt breien is echt, dat vereist een discipline waar je hoor en dol van wordt. Zeg, Fion, ik durf het bijna niet te vragen, maar heb je koffie? Ik durf het bijna niet aan te bieden. Heb jij trek? Nou, ik durf het bijna niet te zeggen, maar als je voldoende hebt... Nee. Nou, vooruit één kopje dan. Oh god, Roel, ben je weer vroeg vanmorgen? Zet, ik ben altijd vroeg. Jij bent altijd op tijd. Nee, nooit te laat. Nee, dat kunnen we ook niet zijn, over tijd. Nee. Oh, ik verlang soms wel eens zo naar kinderen. Ja, dat zit er niet in, Zet. Nee, nou ja, maar wat niet is, kan nog komen. Ja, je moet blijven hopen. Nee, maar Fion, je weet dat we ons opgegeven hebben voor die stichting Wil je mijn papi en mami zijn? En dan hebben we vanmiddag hebben Freek en ik een afspraak met de voorzitter, mevrouw Foster. Wat leuk. Ja, in het kinderasiel. Neem je het kinderasiel van kinderen met een lichte handicap? Nou, waarom neem je Roel niet? Nou, die is een beetje te oud voor een kind. Die heeft niet echt een handicap. Alleen een beetje, een hoofd dat een suikerpotje. Oh, ik mis soms zo dat prille gevoel. Oh, was ik maar zwanger. Zet. Heb je soms de sterke koffie gezet of zo? Zetje, wat bist u dan? Hier, ik zit bij Fiona, Freek. Ja, die katten die zijn met jouw trui aan het spelen. Prins Klaus is al helemaal van de pen. Fokje, laat die wollens los. Fokje, laat los. Je haalt helemaal Prins Klaus uit. Oh, wacht even. Het is Prins Klaus niet. Het is Prins...
Die lijkt helemaal niet op prins Bernhard. Oh nee, het is prinses Christina. Hij zit het al een verrassing voor hem moeten weten. Shit, dat weten ze verrassing al. Geen eigen niks van gevoeld. Ja, omdat het om mijn eitje ging en niet om jouw eitje. Maar Fion, waarom wil jij nou nog kinderen? Ja, waarom niet? Je hebt broer toch? Fiona, het kan ook niet. Je bent ook gescheiden, Fiona. Je kunt helemaal geen kinderen hebben. Je bent gescheiden. Ja, maar ik vind het leuk voor Roel. Dan heeft hij een broertje. Ik had zijn vader kunnen zijn. Ja, dan wordt het nu je broertje. En ik vind het ook veiliger. Als jou iets overkomt, heb ik er tenminste nog één. Ja, dat zag je ook bij Sissy. Die verloor al haar kinderen. Ja, en wij in Duitsland, wij dweepten echt met Sissy. Ja, we kleden ons zoals Sissy en we gingen praten zoals in Sissy, weet je wel, zo dan... Der Herr Franz Josef bis der Hortner nicht nur der Kartoffelsalat im Hudel gesehen. Und hatten sie die Frieden, die Hippen im Skrütendühl, was die Sissy selbst gekocht hätte, können wir... Ja, Fion, felsteht mich dem Kindchen. Ja, Fion, herzlich Glückwunsch mit deinem neuen Prinz der Habsburgers, der jetzt im Grünen... Zou je even kunnen terugzeppen naar Nederland 3? Oh ja, Fion, ik wilde je wat vragen. Mijn naam is de vader. Ik ben de vader van het kind dat wordt gedragen door de moeder Fiona de Jonge. Ik ben de vader. Dwars getekend, de vader. Vaders, hartelijk welkom. Wel, Fiona, jij weet het dus zelf niet. Dus ik zou zeggen, de eerste beurt is voor jou. Je minuut gaat in. Vader 1... U bent toch helemaal Emmick niet? Nee, u bent toch Albert Mol niet? Ja, moet Albert eigenlijk niet beginnen? Ja, Albert kon niet vanavond en Herman Emmick kon ook niet. En daarom zit ik hier. Ja, dat begrijp ik. Vader 1... Kon Herman niet of wou die niet? Die wou niet. Vader 1... En dokter Erik dan? Die mocht niet. Oh, die mocht niet? Ik ken die mocht niet. Van Koffietijd. Oh, Koffietijd, u bent toch Hans van Willigenburg? Ja. Hans van Willigenburg! Ik zag het meteen. Vader 1, ja. Ik ben aan de beurt. De zoomer, de tijd is om. Jezus, wat een kutspel. Roel, jouw beurt. Papa 3, wanneer heb je mama voor het eerst weer ontmoet? Ja, jongen, dat was die avond dat wij met oma naar het Circus Sarrazani moesten. Ja, en toen tijdens de voorstelling zei je moeder en ik op de achterbank van ons Mali. Nou ja, ik lag op de achterbank. Je moeder lag met haar benen tegen het plafond aan. Ja, wat kan zo'n minuut toch snel gaan? Frink, de beurt is aan jou. Dank je. Vader B, heeft u in uw verleden... Vader 2. Ja, dat zeg ik toch, vader B. Freek, het is geen ABC, het is dat maakt toch helemaal niet uit. Zou je alsjeblieft even buiten willen houden? Nou ja, dit is mijn vriend. In Duitsland hebben we ook weer van de draai op de kabel en daar is het altijd vader ABC, hoor. Ja, maar nu is het gewoon Nederland en nu is het gewoon 1, 2, 3. Ja, maar in Nederland heb je toch ook vader ABC? Ja, nee, dat is zo vader zo'n zoon. Dat is met Gerard van den Berg. Zo vader zo'n zoon. Ja, dat is zo'n dochter. Ja, of zo'n vader zo'n zus. Of zo'n moeder. Of er gewoon in. Ja, is wel goed, de zoemer. Wat zeg ik, de zoemer? Zet, jouw beurt. Mag ik daarna? Vader 2, u ziet er helemaal niet uit alsof u kinderen heeft. Zou u ze graag willen hebben? Nou ja, ik ben dus sowieso biseksueel. Dus heb ik nou niet direct een voorkeur voor of tegen kinderen. Dus... Ja, maar als u bent de vader, zou u de kinderen dan ook accepteren? Nou ja, zoals ik al zei, ik ben dus biseksueel. Dus het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit, jongen of meisje. Als het maar een mens is, hè. Ja, wat is uw naam ook alweer? Ja. Nou, vader 1? Gewoon vader 1! Oh ja, dat was heen. Het is maar een spelletje, hoor. Ja. Goed. Nou, wat jij deed, dat deed Kees Brussen ook altijd zo goed. Ja, maar Kees Brussen woont nou toch op de Schelling? Nee, Aruba. Als jullie gaan praten, mag ik dan nu mijn vader? Je bent al geweest. Kijk, het is voldoende, ik weet het hoor. Het is voldoende, Hans. Ja, nou, de zoemer is nog niet gegaan, hoor. Moet ik dan nu doorgaan? Ja, zo'n minuut kan erg lang duren. Vraag dan iets voor. Vraag even vader 1. Vader 1, wat zijn uw hobby's? Ja, dat wou ik ook weten. Wat mijn hobby's zijn? Ja. Ik ben dol op figuurzagen. Vader 2. Nou ja, zoals ik al zei, ik ben dus biseksueel. Dus, ja, het maakt mij eigenlijk helemaal niet uit wat voor hobby's ik heb. Als het maar iets met mensen is, hè, want ik hou van mensen. Ja. Vader 3. Ja, ik brei tegenwoordig. Oh, wat leuk, ik ook. Ja, ik ben op dit moment bezig met de koninklijke familietrui. Nou, die zoemer die mag nu wel, hoor. Ik ook, ik heb ook een familietrui gemaakt. Oh ja, ook met de vier meiden op de voorpand. Ja, en Klaus
hersenkoil en dan Beatrix links op de mouw. Links, ja, en rechts. Dit is het onderwerp. Het dode hondje, ja. Hallo, dit is het onderwerp. En dan op het onderpand heb ik dan staan Jim Yang ten Dree. Ja, heb ik niet. Ik heb dan voor Freek van Zet. Oh, nou Zet, ik ga echt niet met zo'n koninklijke familietrui lopen, hoor. Nou, waarom niet? Is die zoemer stuk of zo? Niet. Ja, zo'n minuut kan erg lang duren. Ja. Waarom niet? Omdat ik Duits ben natuurlijk. Ja, met halve vorstenhuis bij ons Duits, wat doet het ermee? Ja, nou, ik niet hoor. Toedaloo, no way, people. Nee. Krijg ik nog een beurt? Jij hebt een beurt gehad. Meneer, van twee, zou je met zo'n familietrui weer gaan lopen? Nou ja, zoals ik al zei. Maar dat heb ik al gezegd. Ja, nou, u bent dus biseksueel? Nee. Ik ben allergisch voor lamswol. Oh ja, maar dit is acryl, hoor. Ja, vind ik ook eng. Ja, dat vond nou ja, hoe dan ook, de tijd is op. We moeten er nu toch achter zien te komen wie werkelijk de vader is van het kindje van de moeder. Bordjes op de schoot. Ja, ja, bordjes. Wil dan nu de werkelijke vader opstaan? Ja, er moet nu toch wel iemand echt op gaan staan. Jos, ga toch zitten. Wil jij toch zitten? Nou goed, dan houden we het op een onbevlekte ontvangenis. Dit was de AVRO namens Pim van der Schalie. Tot de volgende keer. Biseksueel was heel leuk. Waar waren jullie? Ja, we zaten in wie van de drie? Ja. Oh, wat leuk is dat weer op tv. Ja, wist ik ook. God, ze moet toch ook zo'n schotel op mijn dak. Als lesbienne doe je dat niet snel, hè? Nee, maar nu weet ik het zeker. Ik ga het toch doen, zo'n schotel op mijn dak. Fiona de Jong, hallo? Wat leuk met Albert. Wat zie ik? Wie van de drie? Vond je het leuk? Ja. Oh, Fiona is zwanger. Begrijp jij het nou, Freek? Oh, dat begrijp ik heel goed. Zet in Schwanzenachse, dan was het de gewoonste zaak van de wereld dat de vrouwen zwanger rondliepen. Maar ja, we moesten het Duitse volk ook verdoppelen, hè, in die tijd. Freek, kan jij je voorstellen dat zo'n opmerking nog steeds een beetje angstig in onze oren klinkt? Oh ja, maar het is toch niet verdoppeld? Oh, gelukkig maar. Het is verviervoudigd. Ja, wij hadden echt een gezegde in Duitsland. Die vrouw is nur geschikt voor die kinderzoek. Dat was Albert. West. Nee, Mol. Oh. Ja, hij belde om me te feliciteren dat ik zwanger ben. Ja. Kun je je voorstellen, Fionn, dat we best wel een beetje jaloers zijn op je? Zet, zijn jullie jaloers op mij? Ja. Ik bedoel, wij willen graag een kindje en we kunnen geen kindje krijgen. Bedoel, jij hoeft helemaal geen kindje meer, jij wordt zomaar spontaan bespoten. Ja, maar jij kan breien, dat kan ik weer niet. Nee, maar het is zo oneerlijk dat wij geen kindje kunnen hebben. Zet, we gaan met vakantie gewoon naar Indonesië. Ik heb gehoord dat je daar gewoon een kindje kunt meenemen als de ouders niet kijken. Ja, maar ik wil een kindje van mezelf. Ik wil zo graag zo'n geel poepetje. Ja, dat zo, is het, ja. Zo'n navelstreng schoonmakertje. Ik wil zo graag een baby. Oh god, begint hij te huilen. Nou, maar hier heb ik even helemaal geen zin in, hoor. Nee, ik heb het gevoel dat ik er ook ineens eventjes niet tegen kan. Roel, help jij even de biobak bij de overbuur te zetten? Ja. Ik wil zo graag een babytje. Nou, daar zijn we dus weer 4 dagen zoek mee. Zet, ik doe die koninklijke trui wel aan van je, hoor. Binnenste buiten dan, hoor. Ik wil gewoon breien voor babytjes. Ik wil zo graag mijn tepels laten afkolven. Zee, Tatjana. Kom eens hier. Kom. Zo, kom. Oh. Kijk. Je kan hier nou wel labiel gaan zitten wezen. Maar waarom neem je geen draagmoeder? Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Nou, ik wil zo voor jullie gaan dragen. Ja, kun je dat dan? Het zijn 9 maanden op een heel mensenleven. Ja, maar kun je dan makkelijk een kindje afstaan? Oh, dat heb ik al zo vaak gedaan. Kijk, zwanger zijn vind ik enig, maar die zorg daarna, daar heb ik helemaal geen zin in. Oh, ik zou het echt supra vinden, een kindje. Gaan we nu wel even de financiële kant doorlichten? Want het kost wel. Nou, ik zorg gewoon voor het wiegje en zo. Nee, ik ben 9 maanden bij in dienst. 2000 gulden per maand, 40 aandelen KPN, 20 krasloten, vast contract en zonder ziektekosten. Hoor je dat, Freek? Ada wil graag onze draagmoeder worden. We krijgen een kindje. Ja, het komt wel heel erg dichtbij nu, hè?
Het is wel heel erg wennen, hoor. Dat met zo'n kleine schreeuwlelijk in een rugzak. Ja, maar Freek, ik zou het zo graag willen. Ja, dat begrijp ik natuurlijk. Ik wil het zo graag. Ja. Nou ja, vooruit, ik strijk mijn hand over mijn hart. We hebben tenslotte al twee katten en dan kan een kindje er ook nog maar bij. Goed. Nou, hoe gaan we dat dan doen, Aad? Nou, je hebt geluk. Ik ben toevallig in mijn goede periode, dus ik moet snel wat zaad inbrengen. Begrijp jij het wat ze zeggen? Nee, dat gaat me even boven de petten. Jongens, er moet zaad komen. Nu! Zaad? Oh, zaad! Zaad! Ik heb zaad! Ik heb het verzonnen. Zaad is veel sterker. Bovendien wil ik een kindje met blond haar en blauwe ogen. Nee, maar luister, dan gaan we het samen. Dan gaan we gewoon mixen. Een beetje van jou, een beetje van mij. En een beetje van Maggie. Nee, we gaan gewoon mixen. Gewoon jij in de koelkast, ik het toilet, wie het eerste klaar is. Wie het eerste klaar is? Ik heb een potje nodig. Oh. Wat een gesjouw zeg, met zo'n biobak. Wil jij een glaasje jus, Roel? Ja, lekker. Maar ik moet wel naar school, want de examens zijn vandaag begonnen. Ja. Freek, als je toch bezig bent, pers dan ook wat sinaasappels uit. Aad, kan jij mij uitleggen wat hier aan de hand is? Ik word draagmoeder voor Freek en Zet. Zetje, schiet eens een beetje op, mijn zaad sterft uit. Hey, Freek, er komt niks uit. Vanmorgen had ik nog een spontane lozing en nu komt er helemaal niks meer uit. Nou, die lozing van vanochtend, dat is dan waarschijnlijk zelfservice geweest. Dat kan ik me niet herinneren, hoor. Hey, help me nou. Je moet positief denken. Ja, positief, het wordt nu helemaal schraal. Nee, heel positief denken. Positief. Positief. Dat is goed, dat is goed. Oké, denk maar aan Gerard. Zet je? Denk maar aan Gerard. Aan wie? Gerard Joling. Ja, shit, godver. Kut. Er gaat weer toekomstig elftal van Bayern München. Dat geeft niks, ik maak wel wat nieuws. Nee, luister, nee. Laat het anders doen. Laat het gewoon, we kunnen toch natuurlijk doen? Oh, natuurlijk? Ja, we gaan natuurlijk doen. Natuurlijk doen. Ada, kunnen we het ook natuurlijk doen? Natuurlijk. Dan ga ik even liggen en dan moet een van jullie over mee. Ja, super toch. Ik wil niet heel veel zeggen, maar ik vind wel dat jullie er erg makkelijk over doen. We hebben het niet over liefde, Roel. We hebben het over geld. Nou, wie gaat het dan van ons tweeën doen? Ja, ik natuurlijk. Ik ben de meest mannelijke van ons twee. Ja, maar ik heb het hele idee verzonnen. Dat is ook weer waar. Weet je wat? Jullie doen het gewoon om de beurt. Dan ga ik in de slaapkamer liggen, jullie doen het voorspel op de gang... en dan hup, in het gootje en klaar is Kees. Nee, weet je wat jullie doen? Jullie gaan eerst naar het kinderasiel, naar mevrouw Foster. Van, wil je mijn papi of mami zijn? Daar kijken jullie op je gemak naar die kindertjes. Ja. Daarna besluit je of je er een kiest en dan weet je ook wat je in huis haalt. Ja, maar ik wil nu helemaal geen asielkindje. Maar ik heb nu een draagmoeder, ik krijg een kindje van mezelf. Ja, maar Seth, we moeten natuurlijk wel even langs om even af te zeggen dat we niet komen. Dat is wel zo puntelijk. Ja, dat gaan we doen, Jan-Klaas en Katrijn. We gaan het eerst gezellig afzeggen en dan gaan we lekker bevlekken. Ja. Kinderen voor kinderen. Keek zijn moeder vragend aan, met grote huilogen. Gaat u mij en de oude koe verkopen aan deze oude man van Zales? De oude huilerige man moest ook huilen. Moeder huilde ook. En zelfs het aapje op de schouder van Zales huilde om het kindje Remy. Dat plotseling geen moeder meer had, maar een oude zwerver en een koe. Mevrouw Foster. Een koe
en een oude zwerver. Oh nee, dat is een misverstand. Ik ben de papi. Ja, en ik ben de mami. Oh, het zijn echt schattige kindertjes. Ja, echt konijntjes zijn het. Ja, kleine ratenslangen. Kijk eens, kindjes. Het zijn twee papa's die een kindje komen halen voor hun mama's. Oh, nee, we zijn een stel. Om maar meteen met de deur in huis te vallen. Bent u homo? Nou, om maar gelijk de deur tussen de sponningen te zetten, nee. Ja, ja wel. Ja. En dat rot maar en dat wil allemaal maar kinderen hebben. Haal je bek! Nou, Freek zeg iets. Chris Kortje. Nee, wij wilden namelijk, we zien het toch na de inzicht van af. We hebben namelijk een draagmoeder bereid gevonden om ons kindje te dragen. Vandaar. Horen jullie dat, kindjes? We zijn net aan deze papa's gewend. En nu worden we alweer alleen gelaten. Alleen op de wereld. Ja, nou ja, het is niet anders, hè? We zitten met een overbevolking, kinderen. Dit asiel zit vol met kindjes die geen ouders meer hebben. Die gered zijn van de verdrinkingsdood. Die in het bos aan een boom werden vastgebonden en aan een lot werden overgelaten. Laatst nog hebben we een kindje moeten redden uit de klauwen van vader Abraham, die een nieuwe cd wilde opnemen. Neem dit schatje nou. 14 jaar, heeft geen voortanden meer, is overreden door Janmaat. Nou, maar ik wil zo graag een kindje van mezelf, die ik zelf in luiers kan aan- en uittrekken met klittenband. Schaat er haar aan, kindje! Nou, ik heb toch liever niet dat u dat doet, hoor. Maar het is toch zo? Kijk toch zelf? Nou ja, het is ook wel een beetje zo. Maar ja, wij willen een kindje van onszelf, hè? Ja, ach, zei toch uit. Je moet zeker geen baby nemen. Neem toch alleen dit asielkind. Hé, dit asielschatje. Is al helemaal zinnelijk. Ik kan afwassen en droog. We hebben al een draagmoeder. We hebben al een draagmoeder. Ja, we hebben al een draagmoeder. We hebben al een draagmoeder. Maar staat het kind ook af? Nou, ik denk dat Ada wel te vertrouwen is. Ada Kok? Oh, die heeft al zoveel adoptieouders teleurgesteld. Nee, maar het is Ada. Ada. Het is een vriendin van mijn zus. Ach, u weet niet eens de achternaam. Nou, dan wil ik die draagmoeder wel eens zien. Oh, weet u precies waar u naartoe moet, hè? God, dat u dat kunt ontvangen. Helemaal op Aruba. Maar Kees, hoe vond je het? Oh, jij vindt dat ik het moet laten weghalen. Ja, Albert Mol zei juist weer van niet. Oh, je hebt gesproken met Albert Mol. Ik hoor dat er hier vrijwillig een kind wordt gemaakt en geworpen. Waar bemoeit u zich eigenlijk mee? Hé, jongens, gaan we nog iets doen of hoe zit dat? Ja, ik begin er wel zin in te krijgen. Ja, ik ook wel. Alleen ik weet niet of ik het op normaal Supreme wel kan. Oh, je moet gewoon fantaseren. Je moet gewoon aan iemand anders denken terwijl je het ligt te doen. Ja. Aan Rich. Nou, in mijn geval kun je beter denken aan... Wim Bosboom. Dat kan ik echt niet, kan ik helemaal niet meer. Ik kan het niet meer. Ik moet potentie hebben. U bent zwanger, hè? Ja. En u wilt het ook? Nou ja, ik heb het dus opgelopen, maar om het nou meteen weg te laten halen, dat is ook wel veel van het goede. Maar ik heb er nog contact over met Albert Mol. Weghalen kan je zelf doen. Oh ja? Ja, tuurlijk. Even onhandig zitten voor een kapspiegel, maar met een beetje goed mikken is er zo uit. Is dat zo? Tuurlijk. Ik laat het weghalen. Kunt u me misschien helpen daarmee? Tuurlijk. Ik ben tevens penningmeester van de stichting Mag ik jouw aborteuze wezen? Oh. Gaat u mee naar mijn kamertje? Graag. Zo, en klaar is Kees. Freek. Nou, zetje. Opdrinken maar. Hoeveel eieren zitten er nou in, Freek? Een stuk of 32. Als dat niet potentieverhogend werkt, dan weet ik het niet meer. Vooruit maar. Niet nadenken, gewoon slikken. Doe maar. Slikken maar, kring. Vooruit maar. En doorslikken, en doorslikken. Helemaal op, helemaal op, helemaal op, helemaal op, helemaal op, helemaal op. Nou, heel erg goed. Zet hard binnen. Ach, pioentje. Ja. Mogen wij misschien even je slaapkamertje lenen voor een bevruchting? Ja, natuurlijk. Zet, mag ik een breipen lenen voor een abortus? Mijn koninklijke familietrui, vuile moordenaars. Vuile heks. Wat krijg je ervan van die paars coalitie? Al die huistuinen keukenabortussen. Voort wees dat abortus vermelden in de gouden gids onder de rubriek evenementen. Doe open! Moet wel stil zijn op de gang, hoor. Doe open, Fiona. Je krijgt er later spijt van. Bemoei je met je eigen lichaam. Fiona, doe open! De naald moet gloeiend zijn. Mm-hmm. En je moet voor een spiegel kunnen zitten. Ja. Nou, Zetje. Wat dacht je ervan? Nou, ik heb helemaal niet meer zin in. Ah, je moet niet zo kinderachtig doen. Wie één zegt, moet ook twee zeggen.
is gloeiend heet. Je moet toch stil blijven zitten. Oh. Nou, spreid er die benen, zo zie ik toch niks. Ja, nee, wacht, wacht, mevrouw. Nee, ik weet het nog niet, wacht. Oké. Wie begint met voorspellen? Zal ik beginnen? Ja, begin jij maar. Zet je stinkende eieren. Potentie. Oh, het lijkt wel of ik een Duitse hoer heb gedragen. Wat een aas. Nou, zullen we dan gaan knijpen nu? Laten we dan maar knijpen. Vooruit maar. Au, lekker. Au, dat is te hard, man. Ik doe het met gevoel. Hé, jongens, als jullie nog boven komen, neem dan even mijn breiwerk mee. Dat zie je nou wel. Goed, ik ga nu maar eerst. Ga jij maar eerst, oké. Hé, zet je. Wel aan mij denken, hè? Freek. Als ik het doe, dan denk ik aan jou. Want ik sta nu op te verrekken van de kous. Nou, dit kan ik zeker weggooien. Ben je gek? Wat is er nou helemaal mee gebeurd? Nee, dat is mijn eigen pak. Ja. Hey, Freek, wat sta jij nou te doen? Ik ben aan het bevruchten. Op de gang? Nou, Seth is nu bezig. Straks mag ik. Oh. Fion, ik hoop dat je de juiste keuze hebt gemaakt. Ik moet weer terug naar het asiel, want het is voor de tijd. En we weten het, hè? Geef een kind een kans. Zo, Freek. Oh, Seth, is het gelukt? Nou. Oh, niet zo uitzeker. Oké, Seth, nu ik... Knijp nog een keertje. Ja. Dank je. Zo, Medea. Hoe heb je het echt kind nou weg laten halen? Mam, ik had net Martine Bijlen aan de telefoon. En je krijgt de groeten van haar. En ze heeft met Albert gesproken en met meneer Brussen. En ze vindt dat je een uitstekende keuze hebt gemaakt. Martine, waar werkt ze nu? Op het aspergeveld. Oh, als enige. Oh. Fionn, heb je nou echt je kind laten wegpunneken? Nou, ik hoop zo dat het Freek lukt. Freek, Fion. Ik wil graag een kindje. Jij wil graag je kindje laten weghalen. Je kunt er ook je kindje laten zitten. Dan haal ik het wel weg over 9 maanden. Maar waarmee dan? Met een gebaksvorkje? Nee. Met liefde. Zit. Te laat. Niemand heeft je ooit gezien, maar toch was je van ons. Niemand heeft je ooit gezien, maar toch was je van ons. Seth en Fiona, samen altijd één. Seth en Freek en Fiona, samen nooit meer alleen. Seth en Fiona, samen niets meer eng. Verbonden door dezelfde navelstreng. Een applaus, Olga Zuidroe, Kees Prins, Joep onder de Linde, Hans van Willigenburg, Maya van den Broeke, Marloes van de Heuvel, Walter Krommelin, Hugo Koolstein, Kees Hult, de kinderen van